Tunnel tolvrij maken is slecht voor Zeeuws-Vlaanderen. Het is woensdag 23 september. Dit is Zeeland Nu. Deskundigen vreest voor economische achteruitgang. Hennepolie uit Sirooskerke gaat de wereld over. Een schrijver had vooruitziende blik over schildpad. Dag dames en heren. Een tolvrije Westerschelde-tunnel is een slecht idee, want het kan leiden tot krimp en economische achteruitgang in Zeeuws-Vlaanderen. Dat zegt Wim Derksen, emeritus hoogleraar bestuurskunde en oud-directeur van het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag. De Westerschelde-tunnel tolvrij maken. Is dat een slim idee? Oud-directeur Wim Derksen van het vroegere Ruimtelijk Planbureau heeft zo zijn twijfels. Het komt wel tegemoet aan de wens van veel mensen, denk ik, die zich achtergesteld voelen. Omdat er bijna nergens in Nederland toltunnels zijn. Maar de vraag gaat wat dieper. En die gaat eigenlijk over de vraag, wat heb je nou economisch gezien aan zo'n tunnel? De voorstanders menen dat een tolvrije tunnel goed is voor de economie in Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat is lang niet zeker, zegt Derksen. Je kan dus verwachten dat als je de tol weghaalt, dat meer mensen gebruik zullen maken van die tunnel. Als dat betekent dat mensen nog makkelijker vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Goes en Middelburg gaan, zullen nog meer bedrijven zeggen, ach, wat heb ik eigenlijk aan dat filiaal in Terneuzen? En het risico bestaat dat Zeeuws-Vlaanderen dan leegloopt. Het zou kunnen betekenen dat de krimp op Zeeuws-Vlaanderen toeneemt als je de tol weghaalt bij de tunnel. En de mensen die nu pleiten voor een tolvrije tunnel omdat het goed zou zijn voor Zeeuws-Vlaanderen, die zouden dan nog wel eens lelijk op kunnen kijken. Ja, ik denk dat het verleden heeft bewezen dat het heel moeilijk is om te betogen dat die tunnel goed is voor de economie van Zeeuws-Vlaanderen. Het is prettig voor de mensen die er wonen, omdat ze sneller op Walcheren en op Beveland zijn. Maar de economie is daar niet beter van geworden. Dus ik vind het een beetje een goedkope verzoek eigenlijk om de tol maar weg te halen. Aangeschoven politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, het is niet de minste, hè, Wim Derksen, maar het is wel een opvallende uitspraak. Want je zou denken, een gratis tunnel, dat is goed voor iedereen. Ja, voor individuele mensen is het natuurlijk heel prettig als je zonder tol te betalen door die tunnel kan. Je woont bijvoorbeeld in Goes en je werkt in Terneuzen. En dan moet je daar iedere dag doorheen. En als je werkgever dan ook die tol niet betaalt, ja, dan is dat natuurlijk fijn. Maar als regio, als Zeeuws-Vlaamse regio met name, heb je dus het gevaar dat dat bedrijven vertrekken en filialen in Midden-Zeeland gaan zitten. Ja, denken nou alle wetenschappers dat het afschaffen van de tol zo nadelig zal zijn? Nee, 2 jaar geleden was er een onderzoek van de TU Delft en ZB Planbureau. En daarin stond eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ik citeer even. Tolheffing vormt een serieuze barrière voor de verdere ruimtelijke, economische, sociale en zelfs bestuurlijke ontwikkeling van Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen. Dus eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ja. En nu is er ook toevallig vandaag weer een PvdA-Kamerlid dat roept dat de tunnel een jaar lang tolvrij moet zijn, want het is onrechtvaardig tol betalen. Ja, het blijft echt een eeuwige discussie, hè? Ja, dat blijft gaan. Ik heb daar wel een beetje een hard hoofd in, hoor, in dat voorstel. Want nog maar op 2 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over een tolvrije tunnel. Dat is toen afgestemd. Ja, nu komt het weer naar boven. Misschien na de verkiezingen in maart dat het dan nog eens terugkomt. En wie weet heeft het dan wel een kans van slagen. Dankjewel, Marcel. Een 46-jarige motorrijder uit het Zuid-Hollandse dorp Stad aan het Haringvliet is gisteravond om het leven gekomen in Sint-Annaland. Hij had een aanrijding met een bestelbus op de Oude Zeedijk. Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar de man was al overleden. De binnenstad van Goes staat in de top 10 van zwaarst getroffen winkelgebieden door de coronacrisis. Een onderzoeksbureau keek naar alle ongeveer 2.500 winkelgebieden van Nederland. Goes heeft veel modewinkels en horeca en vooral die hebben minder inkomsten in deze coronatijd. Bewoners van de Duinweg in Renesse zijn de drukte door fietsers zat. Er loopt een populaire fietsroute langs hun huizen, waardoor zij van de zomer nauwelijks de straat op konden. Dus als ik mijn hondje uitlaat, dan moet ik gewoon de berm in geduwd. Dus waardoor de poort de uitrit of inrit met de auto, dan krijg ik al boze passages hier langs. Het liefst willen de bewoners de route verleggen. Maar toen de gemeente dat een aantal jaar geleden voorstelde, stuitte dat op bezwaren en ging het niet door. Volgens de gemeente is het nog nooit zo druk geweest aan de kust en veroorzaakt dat de overlast. De wethouder wil in gesprek met de omwonenden om een oplossing te zoeken.
En tot die er is, kijkt Scholle reikhalzend uit naar de herfst. Een stukje rustiger, hè? Ik kan wel naar buiten, buiten in de straat. Twee jonge ondernemers in Cirruskerke op Walcheren zijn een bedrijf begonnen in een niet zo voor de hand liggend product. Olie en balsem gemaakt van de hennepplant. De twee hebben grootste plannen voor de toekomst. Walter Schinkelshoek, 24 jaar oud, en Joshua Mus, 30 jaar oud, kennen elkaar van hun studie in Antwerpen. Samen besloten ze een bedrijf te beginnen, HMPS. Ze werken vanuit het ouderlijk huis van Walter in Cirruskerke. We zijn gelijk na onze studie, of eigenlijk al tijdens onze studie, zijn we begonnen met het bedrijf. Op dit moment doen we het meer in de vrije uren die we hebben. Maar de droom is natuurlijk om fulltime ondernemers te worden. Ze hebben bewust gekozen voor producten met ingrediënten van de cannabisplant. Nou, we zijn eigenlijk vorig jaar begonnen met een thesis van onze universiteit. En toen zijn we onderzoek gaan doen naar eigenlijk de Europese cannabismarkt. Vanuit daar kwamen we erachter dat het een ontzettend interessante markt is, die cannabismarkt. En dat er veel groei in zit. Zodra je het woord hennep laat vallen of cannabis, denken de meeste mensen maar aan één ding. Ja. Blowen, joints, high worden. Je had ook toiletpapier kunnen gaan verkopen. Dan had het jezelf misschien veel makkelijker gemaakt. Ja, maar we zijn niet van het makkelijke sowieso als Walter en ik. Dus we geloven in dit product. En er zijn vooral positieve effecten waar te nemen als het gaat om stress. Dus het heeft een ontspannend en kalmerend effect. Je moet het niet zien als een medicijn. Hè? Dus het is niet zo dat je hebt een probleem, je neemt het middel en het gaat 100% werken. Hè? Met mogelijke bijwerkingen. Maar dit is een product die kan toevoegen aan je leven. Ik had zelf af en toe wat moeite met in slaap vallen. Dus toen heb ik het voor het eerst goed getest. En voor mij had het dan positief effect. Het is niet goedkoop, hè? Ik zag natuurlijk ook flesjes van €60 verkopen. Ja, het is inderdaad, het is niet het goedkoopste product. Het is niet even een vitamine C'tje uit de drogist. Maar we zien wel dat de productie moet ook dusdanig hoge kwaliteit hebben dat je niet elke plant maar kan gebruiken. Dus we moeten ook altijd goede selectie plaatsvinden. Je ziet wel dat het nodig is om kwaliteit te kunnen leveren. Dat betekent dat je niet elke plant zomaar kan gebruiken en daarom wordt het duurder. Ja, wij zien de toekomst toch wel rooskleurig in. We zien dat de bestellingen langzaam groeien, het aantal bestellingen. En ja, we denken dat we de goede weg zijn ingeslagen. De aanpak dat de juiste is en dat we toch wel stappen kunnen gaan maken in de komende tijd. Martijn van der Werf is hier voor meer nieuwtjes uit de provincie. Martijn? Ja, het is weer kinderpostzegeltijd. Ah, kinderen aan de deur. Ja, zeker. En wij zijn vandaag meegeweest met leerlingen van basisschool De Klimroos uit Krabbendijken. Zij behoren ieder jaar tot de recordverkopers in Zeeland. Maar ja, of ze dat dit jaar ook worden, is nog maar even afwachten, want er is een hindernis. Corona. Wat vind je ervan om op deze manier kinderpostzegels te verkopen? Ik vind het wel een beetje gek, net als vorig jaar. Want dan had je wel gewoon een handige map. En nu is het ineens heel anders met een kistje en duurt het ook denk ik wel langer. Nou staat jullie basisschool er onbekend dat jullie telkens het meeste geld van Nederland ophalen. Gaat dat dit jaar ook lukken? Ik hoop het wel, maar we gaan er in ieder geval voor. En succes met verkopen! Ja, dank u wel. Oké, tot ziens. Tot ziens. Dag. Nou ja, en of ze dit jaar ook weer lukt, dat moeten we gaan zien. En van Krabbendijken is het niet ver naar Kruiningen. De plaatselijke voetbalvereniging heeft daar een clublied gemaakt met videoclip. Oh, nou, laat maar zien. Ja, ik versta niet alles wat hij zegt. Ziet er goed uit. Ja, zeker. Voor de fans. Zeker. En misschien ook nog wel een notering in de Zeeuwse top 40... als hij genoeg fans verzamelt, je weet het niet. Dan wil ik nog even naar die grote schildpad... die gisteren in de Oosterschelde is gesignaleerd. Ja, die van 2,5 meter. Zeker, de lederschildpad. Grote verrassing natuurlijk voor de mensen die hem hebben zien zwemmen. Maar er is één iemand die voorspelde hem al in 2006. Dat is kinderboekenschrijver en Zeeuw Martinus de Kam. Die heeft daar een boek over geschreven. Mag jij raden waar dat over gaat? Ja, een schildpad in de Oosterschelde. Uiteraard, helemaal goed. Twee kinderen die een reuzenschildpad hebben gezien... en die willen ze natuurlijk terug naar de Noordzee krijgen. Nou, dat moet door de kering, allemaal superspannend. Maakt nog een stukje spannender. Er zijn ook twee stropers die jacht maken op het dier. Dus, een thriller voor kinderen, zullen we maar zeggen. Ongelooflijk dat hetzelfde verhaal is. Heeft hij ook nog meer boeken geschreven die misschien nu ook nog uitkomen? Het is niet te hopen, want hij schrijft onder andere over verdwaald in het oerwoud... en stormvloeden, dat soort dingen. Dus allemaal kommer en kwel. Ja, dat moeten we niet hebben. Dankjewel.
De lucht werd steeds donkerder vandaag en in de loop van de middag kwamen er vanuit het westen een paar flinke regenbuien over. Dat blijft vanavond en vannacht zo, misschien ook met onweer erbij. Morgenochtend is het droog, maar 's middags en 's avonds opnieuw regen. Veilig rijden is vaak gewoon een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Je ziet het zo in Zeeland 100% verkeersveilig. Jan vraagt of ik even wil inparkeren. Nou, pakkie, zo. Esther, wat doe je nu? Parkeren? Waarom parkeer je nu zo? Even niet aangedacht. Ik zet hem in zijn achteruit om een fout te herstellen. Ja. Oké, okay, rijd maar. Oké. Okay. Esther, kijk maar! Oké, okay, dat gaat lekker. Hoe dat afloopt, zie je dus nu. En daarna geeft Jules je het uitgebreide weerbericht. Fijne avond.